van de dag. Ja, er komen geen nieuwe coronamaatregelen bij. Wel wordt het dringende advies gegeven om thuis geen feestjes en borrels meer te houden. Premier Mark Rutte gaf gisteravond samen met minister De Jonge weer een persconferentie. En hij gaf aan dat het niet goed gaat met de ontwikkelingen van corona in ons land. Als we niet oppassen, zegt hij, zijn we binnen afzienbare tijd weer terug bij af. Vooral in de privésfeer gaat het fout. Ja, en verschillende inwoners van Dronten zijn boos op de gemeente nadat ze een brief hadden gekregen over oneigenlijk grondgebruik. Volgens de gemeente hebben verschillende bewoners zichzelf een stuk grond toegeëigend, dat dus eigenlijk van de gemeente was. Nou, dat is allemaal op dit moment in het nieuws. Wij willen weten, wat is jouw nieuws van de dag? En we vragen dat nu aan Evita Lagewaard, communicatiedeskundige uit Almere. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, vertel het eens. Wat is jouw nieuws van de dag? Waar hou jij je mee bezig? Ik ben me vooral aan het focussen op werk. Want daarbuiten heb ik de afgelopen maanden, net als heel veel mensen, denk ik, niet zoveel gedaan. Dus ik werk nog steeds vanuit huis ook. En ik heb net 3 weken vakantie gehad. Dit is inmiddels weer mijn 2e week. Dus ik ben eigenlijk blij dat ik dat weer kan doen. Ja, dat je weer kan werken. Hoe was die vakantie dan? De vakantie was op zich wel. Ik zag er eerst tegen op, want ik had verplichte vakantie. En dat zou eerst 4 weken zijn, maar dat vond ik echt heel lang. Ja. Dus ik had uiteindelijk 3 weken, maar daar zag ik ook al een beetje tegen op. Maar ik heb me uiteindelijk heel goed vermaakt. Ik heb heel veel gedaan, bij vrienden gelogeerd. En we hebben allemaal leuke dingen gedaan. Niet heel veel buiten ons huis, maar de tijd vloog voorbij. Ja, nou, dat is viel je nou ook iets op in het nieuws de afgelopen dagen? Natuurlijk de uitspraken van Rutte die net recent zijn gedaan. Dat is natuurlijk niet zo verbazingwekkend, denk ik. Want ik had eigenlijk ook wel verwacht dat als alle regels weer losser zouden worden, dat het natuurlijk weer erger zou worden. En in andere landen in Europa zie je dat eigenlijk ook, dat ze nu weer veel strengere maatregelen nemen. Ja, nou zeg jij strengere maatregelen nemen, die zijn eigenlijk helemaal niet genomen. Nee, dat is waar. Alleen, Rutte waarschuwde daar natuurlijk wel voor. Dat als we met z'n allen door zouden gaan zoals we nu hebben gedaan, dat we dan weer een stapje terug moeten doen. Ja, in Engeland bijvoorbeeld, daar moet je alweer in quarantaine als je bent weg geweest. En moet je ook verplicht op bepaalde plekken mondkapjes dragen, ook als je bijvoorbeeld eten gaat afhalen. Dat zie ik hier eigenlijk ook nog wel gebeuren. Ja? Het is zelfs zo dat in België nu ook echt straffen worden uitgevaardigd, hè, als je je niet aan de coronaregels houdt. Hele hoge boetes van een paar duizend euro, geloof ik zelfs. En je kan zelfs de gevangenis in als je niet in quarantaine gaat, als dat wel verplicht is. Ja, dat is best wel heftig. Ja, vind je dat voor Nederland dat we dat ook maar moeten doen misschien? Die boetes gaan misschien wel wat ver. Maar ik denk wel dat je, als je echt wil dat mensen zich aan dingen houden, dat je wel met concretere regels moet komen. Ik merk om me heen ook dat het voor mensen nu heel onduidelijk is wat wel en niet verstandig is. En dan hangt het eigenlijk meer een beetje af van wat mensen zelf denken. Mm-hmm. Want jij bent wel iemand die het heel streng heeft opgevolgd, al die adviezen in het begin. Merk je bij jou zelf ook een beetje verslapping? Eigenlijk niet zo erg. Omdat ik vooral dingen bij mensen thuis heb gedaan. Mm-hmm. En ik heb wel wat meer buitenshuis gedaan. Maar ik heb daar soms nog steeds een wat ontzettend gevoel bij. Omdat je merkt dat heel veel mensen om je heen, bijvoorbeeld in winkels of zo, geen afstand houden. Maar ik ben nog steeds van mening, dat zei ik de vorige keer ook, dat je in de supermarkt zou je dan eigenlijk ook al gevaar lopen. Want daar hoeven we geen mondkapjes te dragen en daar houdt ook niemand afstand. Dus als je daar al komt, dan maakt het voor de rest volgens mij niet meer zoveel uit. Nee, in de privésfeer vallen dus de meeste besmettingen te bespeuren op dit moment. Daar kun je, je kent die mensen, je vertrouwt iemand. Of je denkt al heel snel van, die zal toch niet ziek zijn als die zegt, ik ben echt niet ziek hoor. Dat daar misschien wel een beetje de verslapping in zit. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ik moet wel zeggen dat ik ook nog steeds wel meer afstand hou dan normaal als ik mensen zie. Je zit wel gewoon met elkaar op de bank of zo. Maar het is wel zo dat als je je niet zo lekker voelt of zo, dat mensen wel meteen vragen, heb je geen benauwdheidsklachten en dat soort dingen. Ik kan me voorstellen dat snel kan gaan. Maar ik denk dat moeilijk te controleren is. Dus daar kunnen ze niet echt maatregelen op nemen, behalve het zeggen en waarschuwen. Ja, en dat mensen zich daar dan uit eigen beweging weer aan gaan houden. Ja, of misschien moeten we strenger naar elkaar zijn. Meer sociale controle.
Ja, maar ik merk dat als je de hele tijd zo bent, dat mensen het niet leuker vinden. Het is misschien de toon die de muziek maakt. Nou ja, gewoon. Als je gewoon zegt van ja, ik hou me er wel aan. Ja, jij houdt je er wel aan. Ja, dat hoor je dus wel regelmatig voorbij komen. Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat als mensen gewoon even er niet aan denken en je maakt er een grapje over, dat mensen dat dan niet zo heel erg vinden. Als je heel erg politieagentje gaat spelen, misschien dat ze dat dan niet fijn vinden. Maar aan de andere kant is het wel heel logisch om ze nu en dan even wat van te zeggen. Want iedereen vergeet het gewoon zo nu en dan. Dat is echt menselijk. Wij vinden het fijn om bij elkaar in de buurt te zijn. We vinden het fijn om elkaar aan te raken. Dat mag nou al een hele tijd niet. En dat missen we gewoon met z'n allen. Ja. Nou ja, Evita, jij hoeft in ieder geval niet naar het buitenland om het leuk te hebben, heb ik al begrepen. Jij hebt gewoon in eigen land vakantie gevierd en dat ging best oké, toch? Ja, dat viel reuze mee. Nou, heel goed. Evita Lagewaard uit Almere, dank je wel weer voor deze week. Oké, jullie ook bedankt.